Zondag vierde Movimento Turnkring haar 75-jarig bestaan met een groot feest met aansluitend een galavoorstelling in Sporthal Den Drap. Met tal van gastoptredens en uiteraard ook al hun eigen wedstrijdgymnasten. Met onder andere ook Europees kampioene Tumbling Tashina Peters. Wouter Delva geeft ons graag wat meer uitleg. Goedenavond, bij mij staat Wouter Delva van Movimento. Dag Wouter. Dag Dirk, goedenavond. Welkom. Vanavond is er iets te doen. Kun je daar wat meer toelichting over geven, alstublieft? Absoluut. Wij vieren met Movimento dit jaar onze 75ste verjaardag. We zijn gesticht in 1949. Katholieke meisjesturnkring Deugd en Volharding. En hier achter mij hangt onze vlag, die het zo lang nog overleefd heeft. En in 1999 zijn wij van naam veranderd en wij heten sindsdien Movimento. Want ik dacht het al, dat het vroeger Deugd en Volharding was. Klopt, hè? Klopt, ja. In 1999 hebben wij eigenlijk beslist, wij waren de toenmalige meisjesturnkring. Er is nog altijd, de collega's van DNV, die bestaan nog altijd. Maar wij hebben toen beslist om voor een andere naam te kiezen. Ook een beetje omdat er vaak naamsverwarring was. En het waren toch twee aparte verenigingen. En dus toen hebben wij gekozen om Movimento te worden. En jullie hebben al atleten uit de club gehad, dat heb ik horen zeggen? Ja, absoluut. Vandaag was het ook Belgisch kampioenschap van de verschillende disciplines, zowel toestelturnen meisjes als tumbling. En ja, er zijn weer heel wat prachtige resultaten behaald. En een van onze grootste atleten eigenlijk is Tashina Peters, die in 2021 de gouden medaille behaald heeft op het Europees kampioenschap tumbling in Sochi. En die vandaag eigenlijk haar laatste officiële wedstrijd ook geturnd heeft. En die vanavond hier op onze galavoorstelling ook voor de laatste keer voor het Mortsels publiek haar tumbling kunsten zal tonen. Ja, inderdaad, want Tashina hebben wij ook al eens een paar jaar geleden voor de lens gehad. Het is wel een topatleet. Absoluut, ja. Dus de meisjes die bij ons trainen, die trainen tot vaak meer dan 20 uur per week. Dus je kan effectief stellen, dat zijn echte atleten. Dus dat zijn meisjes die bijna professioneel met hun sport bezig zijn. Klopt. En het is vanavond een groot feest. Is er nog iets te doen? Wel, we hebben dit weekend 4 shows gehad. Dus we hebben gisteren op zaterdag 2 shows gehad. Vanmiddag ook nog een derde show. En nu, vanavond, is het eigenlijk onze speciale galavoorstelling. Galavoorstelling waarbij dat we met een kleine receptie voor onze genodigden, iedereen is vandaag genodigde, een speciale voorstelling gaan doen waar alleen wedstrijdgymnasten aan zullen deelnemen. En waar we ook de deelname hebben van Jutta Verkest. Jutta Verkest is een gymnaste die toestelturnen meisjes gedaan heeft, want zij heeft haar carrière recent beëindigd, maar zij heeft ook deelgenomen aan de Olympische Spelen. En dat is wel heel speciaal en dus we zijn er super fier op dat we haar hier vanavond ook aan het Mortselse publiek kunnen tonen en dat zij haar balkoefening kan laten zien aan ons. Wouter, hartelijk dank voor dit interview, want jij hebt nog een drukke avond en tot de volgende keer. Oké, graag gedaan Dirk. Merci.